Op een rendezvous der mode in de Amsterdamse RAI hebben Nederlandse en buitenlandse confectionairs de komende herfst- en wintermode getoond. De inrichting van deze vijfde dames confectievakbeurs was gebaseerd op het grappige verliefde paardje van de Franse tekenaar Penet. In het komende winterseizoen zal het accent vooral liggen op ruwharige stoffen, hetgeen onder meer blijkt uit deze japon van mohair. Nieuw is de golving in de stof. Praktisch in het koude jaargetijde is ongetwijfeld dit pakje, dat op de scooter of de bromfiets gedragen kan worden. Een capuchon die het gezicht beschermt, completeert deze winterkleding, die echter minder warm is dan het plastic vermageringspak, waarin men door transpiratie slank kan worden. In de nieuwe collecties wordt veel met bont gewerkt. En met imitatiebont, zoals in deze rok, die vervaardigd is van op boomschors gelijkend breitschwans. Dat de detailhandel veel vertrouwen heeft in de afzet van bont, bleek uit het grote aantal orders dat op de Dacova geboekt werd. Het bont dient zich ook weer aan in de kragen van de mantels. Zelfs is men ertoe overgegaan bontkragen aan te brengen op de regenmantels, die daardoor een modieus aanzien krijgen. Voor regenjassen komen bedrukte poplin en nylon ook in de mode. Origineel is dit pelsdessin. De Nederlandse confectie zal de vrouw in het aanstaande winterseizoen keus bieden uit een bonte mengeling van stoffen en modellen.